Mag ik ook? Mag ik ook? Een ei en een touw, mag dat? Ja. Te gek, man. Kijk mee naar de avonturen van Te gek, man. Hé, hey, zombie, kom jij mee? We gaan even springen. Hoei! Ja. Ik weet niet, maar meestal wel. Ik bedoel, je barst het meestal van de spinnen. Goh, en nu ben je het niet natuurlijk. Stomme dingen. Zombies, ik hoor een spin. Maar waar? Ik hoor echt heel vlakbij. In spin. Is dat hier ergens? Nee. Nou, het is stom. Wat is dit stom? Spider jockey, spinnen. Altijd hier, maar nu even niet. Ik heb ook nog een zadel om op te rijden. Kom maar. Ah! Ik heb een spin-ei hoor. Prima. Zo. Volgens mij doe ik hier niet verstandig aan. Hou op. Ik heb. Oh, wat zak je nou in dat muurtje? Hé? Wie is hier onder aan de berg dan? Wilfred vond de dood door spinnen. Daar heb ik ook even een lastig momentje gehad, inderdaad. Maar goed, ondertussen heb ik hier ook weer een spinnen-ei. Jij ook? Hoeveel heb je al afgeschreven van je lijstje? Ja, heel veel. De moeilijke komen nog, hè? Hier. Slijmballen en zo. We maken ons nu van de makkelijke af. We hebben nog een aantal dingen nodig. We hebben nog een emerald blok nodig. Ja, oftewel smaragd. Smaragd, natuurlijk. Nog een endsteen. Oftewel de draak. En we hebben nog twee slime nodig. Oftewel slime. Bedankt voor de vertaling, man. Ik ben oftewel, man. Vertaling, man. Poef. Gezelschap. Jongens, wat is het hier gezellig, hè, binnen. Achteraf gezien goed, dat is het dus niet, hè. Toen de keep bouwde, wist ik niet dat die dorpelingen het deden op basis van de deuren, houten deuren. Achteraf gezien, maar goed dat ik geen houten deuren in dat ding had gezet, want dan hadden we hier een babyboom gehad. Was ook leuk. Goed. Nou. Zullen we naar Smaragd op zoek gaan? Dat kunnen we nog wel even doen, ja. En als we gelijk de Enderman tegenkomen, dat we die even killen voor naar Tien te gaan. Hebben we nog, ja, dat kan, hebben we ook nog diamant genoeg voor een houweel voor mij? Zat, ja. Diamant zat, serieus? Op een gegeven moment hadden we 18... Oh ja, mooi. Dan maak ik in ieder geval één houweel nog. En die gooi ik lekker op de tafel, zeg maar. En dan maak ik, kijk wat ik daarvan krijg. Vind ik leuk. Nou, ik ga de helft, zeg maar, een houweel doen. En de helft op een zwaard. Dus één houweel. En ik heb nog een nieuw zwaard. Dan gaan we het even doen. Even 18. Die pumpkins hebben we ook niet meer nodig, hè? Nee. De golems hebben we allemaal af. 18 gedeeld door 2 is 9. Ik wil 9 op deze houweel houden. De botten hebben we ook niet meer nodig. Efficiëntie 1. Nou, die gaat die sneller van, hè? Die sneller. Dat is prettig. En een houweel. Ik ook nee. Of de zwaard wil ik ook 9 op. Scherpte 2. Nou, ik vind dat niet heel vervelend allemaal. Zo, ik ben er klaar voor. Oh ja, ik heb nog één diamantje. Maak even een schep van. Hop. Yes. En dan zal ik even die blaze stafjes. Die gooi ik wel even hier in de kist. Blazers hebben we wel genoeg, hè? Zo. Waarom heb ik een bed bij me? Weet ik veel, waarom jij een bed bij je hebt. Ja, we zijn toch op doortocht, hebben we toch het bed meegenomen de hele tijd. Toen we op reis waren. Dacht ik dat ik je lang gedimpt had. Hé, nou is even de grote vraag. En dat weet jij natuurlijk als navigatorman.
als wegwijzer, man. Welke kant gaan wij op? Welke kant hebben we nog niet, zijn we nog niet opgegaan? Achter de keep. Ik gok maar even wat. Die kant op. Zijn we daar naartoe gegaan? Ja, we zijn al wel die kant op geweest. Daar zo. Ja. We zijn daar geweest. Ja. Die end. Daar zijn we nog het minste geweest. Achter die ons. Recht achter ons. Gaan we die dan daar naartoe? Ik moet je opkijken. Gaan we dan die kant op en dan hopen dus dat we... Gaan we smaragd zoeken. Ja, we moeten en dus... pillen. Ja, en als we slime tegenkomen, vinden we een heel goed idee. Ik heb ook nog een bed. Die bed hebben we ook dus nodig. Gaan we voor mij... Ja, die bed hebben we nodig. Want we hebben natuurlijk, als we straks een stuk gaan lopen, moeten we wel even ergens een plekje om te slapen. Die heb ik net even weggelegd. Waar gaan we? Slimpy. Niet zo neerbuigend. Even kijken. Hier heb ik hem. Zo ben ik, man. Deur dicht. Oeh, dat was een val. Hey, oh, neem ook even eten mee, als je wil. 33 brood. Oké, daar zit wat in. Even kijken, is dit een goed plan wat ik nou doe? Ik, kijk, hier ben ik. Zie je mij? Even kijken hoor. Ja. Ik heb een flinke smak gemaakt net, daarom eet ik nu even wat. Ik ben bang dat ik dat ook ga doen. Zo. Leuk gat hier in de muur. Slime? Nee, gewoon een gat hier. Ik zal even op je wachten. Ja. En terwijl ik wacht... Fijn hoor. Ik krijg steeds meer moed. Waar ben je? Daar. Ik maakte me al zorgen. Nou, een beetje rechtdoor lopen, zeg maar. Beetje rechtdoor. Okay. Ja, een beetje. Dat klinkt heel solide. Ja, maar dat we niet, zeg maar... hoe gaan de wolken? De wolken gaan van... Nee, dat is wel goed om te kijken. Dat heb ik geleerd. Gaan we beginnen bij de wolken? Ja, de wolken gaan van rechts naar links. Onthoud je dat even? Ik weet niet wat dat betekent, maar we gaan... Ik ga even de coördinaten opschrijven. Van... Keep. Ja. Had je dat niet meer? Nee, joh, dat ga ik toch kwijt. Coördinaten van de Netherpoort was ook wel handig geweest. Die ben je zeker ook kwijt, of niet? Ik heb hier geen coördinaten meer liggen. Nee, maar ruimen we nog verder op hier, joh. Leuk. Dus dat betekent dat we straks wel moeten gaan zoeken naar de Nether-locatie. Er wordt nog een zoektocht in de Nether. Ik heb er zin in. Maar goed, even voor de volledigheid. De wolken gaan van rechts naar links. Dus als we dat nou een beetje aanhouden. Dan. Kijk eens, we kunnen nog schaatsen ook. Maar kijken, man. Moet je kijken, man. Naar volgende week. Moet je kijken, man. Waar ben je, stampetje? Daar. Hier is Bambi. Hop. Moeras? Zijn we daar al doorheen gegaan door een moeras? Nou, niet echt. Wat ben je doen? Ik loop even vast. Ja. Zie je mij? Yes. Oh, net niet. Daar ben ik namelijk. Koud, hè? Oh nee, je hebt natuurlijk wol. Handig om te hebben. Natte toestanden hier. Moeras. Ik kan me niet herinneren dat we een moeras hebben gezien of doorheen gegaan zijn. Nee. Ik kan me natuurlijk wel weer vergissen. Want met die 30 werelden waar we tegenwoordig ons in begeven, haal ik nog wel eens het een en ander door elkaar heen. Ik ren trouwens niet. Dat doe ik heel bewust. Oké. Ja, dat kost namelijk allemaal kluifjes. Jij kan wel 30 brood bij hebben. 32. Wat heb je erop? Niks, gewoon droog brood. Gadverdarrie. Heb je nog wel iets om mee weg te spoelen? Hé, bergen, daar al. Ah. Kijk nou, hier, er wordt nu gemaakt voor onze neus. Dat scheelt. Hoeft ook niet altijd ingewikkeld te doen. Gaan we eens even hier lekker op zoek naar smaragd. Nou, dat was, had ik niet verwacht dat het zo snel zou gaan eigenlijk. Extreme Hills. Dit is een beetje het thema van vanavond. Het gaat extreem snel. Er moet nog een kleine verrassing in komen hoor, want anders
Dit wordt nu gemaakt. Dat kan niet anders. Gekkigheid. Wat zit dan? Gewoon een heel stuk steen en verder niks. Grappig. Nou, we moeten er ergens in. Ik ben nog in Swampland. Wat grappig dit, joh. Dit stuk, gewoon een partij stenen, verder niks. Dat is echt iets van die nieuwe terreingenerator, hoor. Dat is leuk. Ik vind het leuk. Je gaat naar boven? Ik ga gewoon de berg in, of wat? Kun je daar ergens de berg in dan, of niet? Nee. Ja, nou, laten we dan op zijn minst even zoeken naar een plek waar je er mooi in kunt. Zullen we dat doen? Ja, misschien daarboven. Daar is een lichtfout, denk ik, hoor. Dat denk ik niet. Hier, kijk dan. Kijk dan. Kijk eens. Ja, dit is wel spectaculair. Spectaculair, maar spectaculair doodlopend. Dus. Dus. Ja, dit is wel leuk. Dit is heel leuk. Ik ben benieuwd hoe groot het is. Het kan wel heel klein zijn, maar... Oh, nou. Ja, nou. Wat mooie stukken. Dit is wel te gek, hè. Ja, jammer dat het die lichtfouten blijft... Voor mij gaan ze daar straks wat mee doen. Tegen Halloween, is dat niet oktober? Oktober? Komt waarschijnlijk 1.4 uit en dan hebben we waarschijnlijk zijn we hier vanaf, hoop ik. Maar kunnen we er hierin? Is dit geen lichtfout? Waar even hoor, kijk even. Ja, waar ben je? Oh jee. Waar ben je? Ik ben zeg maar links om de berg gegaan. Links om de berg. Linksom. Ah nee, waar ben je nou? Links om de berg. En het is trouwens een lichtfout. Hij gaat 4 blokken de berg in en dan stopt het. Maar ik ben je kwijt. Nee, ik zie jou niet. Zie je mij wel? Nee. Ik ben gewoon doorgelopen van waar we net waren, tussen die bergen door. Oh, nee, jij bent er helemaal links omheen gegaan. Ik ben ertussenin. Je wel trouwens. Nou, maar waar zie je mij dan? Aan de, ja, precies. Even doorlopen nog. Ik zie jouw naam. Ja. Recht zo die gaat. En dan kom je bij een hoek. Ja, daar zit hij. En ja, hallo. Wat leuk daar zeg. Het ziet er wel goed uit. Hier kan je erin. Ik dacht dat je zei dat het een lichtfout was. Ja, maar deze loopt ook dood. Jammer. Ook niet even een stukje dat je even kunt proberen door te graven om te kijken of er wat onder zit? Dat hebben we nog niet geprobeerd. Want dat zou natuurlijk wel grappig zijn. Oh ja, dit loopt heel erg dood. Ja, we zouden moeten graven. Hier een beetje. In de hoop dat je wat vindt, maar dat lijkt me sterk. Ja. Nee, laat me even doorlopen, joh. Die berg is zo groot. We vinden vast wel iets. Ik moet toch. Wat leuk. Ik vind het leuk dat het loopt ook heel erg zo... Voor extreme hills. Nee, maar het loopt toch. Nou, je kunt hier vrij makkelijk naar boven. Ja. Het is groot, man. Wat mensen. Moet je kijken, dit is echt groot. Dit is een potentiële smaragdhaard. Dat gaat daar links dan. Ja, dat zit er ook te kijken daar. Daar, hè? Hier, hè? Ik heb hem hier. Zo. Ja, hier, man. Hier kun je erin. Hop. Het is hartstikke diep hier. Oh, wacht even. Dit gaat misschien wat gelijkmatiger hier even keulen. Waar ben je? Kijk hier. Hier ben je waarschijnlijk al een tandje dieper. Ik hoor ook een Enderman trouwens. Oeh, pak hem. Zit hij hierin? Het barst hier van... het is hier druk hier. Oh. Kijk hier dan. Hey, verkeulen. Even weer terug. Kijk hier. Ah ja. Ga ik hier naar beneden? Ik ga het gewoon doen. Hup, zwaard na aanslag. Kom op, jongens. Heb je niet iets van een trap? Oh joh, maar kijk, het gaat al direct helemaal door naar... Hier, mooi man. Dit is te gek, dit. Oh, dit vind ik heel leuk. Kijk eens, een ravijn? Een ravijn. Bas... Hier heb ik een enderman. Ja, Bas van lichtfout. Ja, pas op, hè. Zorg even. Hier kun je staan. Ja, je staat als wel beneden, pas op. Als je nu gaat aankijken, dan kan hij jou makkelijk raken vanaf daar. Echt niet. Kijk dan. Echt niet, zegt hij. Wie slaat mij? Ja, ik niet.
slaapt. Nee, ik sla jou echt niet hoor. En geen parel. Ze zijn er altijd met z'n tweeën? Of werkt het niet zo? Nee, dat is volgens mij alleen bij stokstaartjes zo. Maar die zijn hier niet. Daar ben jij. Leuk man, dit. Zie je wat ze maar racht ergens? Nou, nog niet, maar... Dit is vrij groot, dus... Ah, maar dit deze kant op, ja. Zo, dit is indrukwekkend hoor. We zitten vrij diep. Ik vind wel dat die lichtfouten een hoop charme weghalen van zo'n ravijn dan. Ja, maar we zijn hier toch wel aardig aan het eind, denk ik. Oh, maar dat is geen probleem. Dan zoeken we hier toch even wat. Ik vind hier vast wel wat. Oh. Nee, hij loopt hier dood. Nou, ik ga hier wel eventjes zo... Ja, ik ga heel even graven. Dit lijkt me een mooi plekje hier. Ik weet helemaal niet hoe diep we zitten, dus ik graaf hier gewoon een tunnel zien naar beneden. Ik hoor alweer het gerammel van botten, dus... Kan niet anders dat... Hier, hoppakee, hier is alweer een grot. Oeh, god, schrik me... Oh, ik schrik me soms echt helemaal ongeluk van die pijlen. Ik weet niet waar jij bent, maar we zijn al in de grot hoor. Hier, kom. Waar ben je? Iets boven je. Hé joh, ik ben een mooie trap aan het maken voor de terugweg. Graag gedaan. You bastard. Nou, hier moet toch aan de oppervlakte ergens wat smaragd liggen? Of loop ik er nou weer helemaal langs? Hier hebben we nog goud. Heb je er goud voor nodig? Nee hè? Ja, golden... Ik... Wat was dat ook weer voor? Voor de varkenszombies. We hebben goud zat, joh. Oh, gewoon mijn zwaard weg.